Het Zuid-Afrika-huis, het cultuur- en kenniscentrum voor uitwisseling van cultuur, taal en geschiedenis over Zuid-Afrika. Dit doen we met onze collecties, taalkursussen en evenementen. Vandaag introduceren wij Boeken uit het Huis, een samenwerking tussen de Taalunie en het Zuid-Afrika-huis. Welkom op de luistering van het Zuid-Afrika. Dames en heren, welkom bij de 5e aflevering van Boeken uit het Huis. In deze laatste aflevering voor de zomervakantie verwelkomen we schrijfster Mariette van der Vijven, al jaren een graag geziene gast in het Zuid-Afrika-huis. En Mariette had al naam gemaakt als schrijfster van jeugdboeken toen ze in 1992 ook bij het volwassen publiek doorbrak met de roman Griet schrijf een sprookje. En Griet werd een enorme bestseller en een ware hype. En het boek deed heel veel stof opwaaien, omdat het voor het eerst was dat een Afrikaanse vrouw geestig en openhartig over seks schreef. Inmiddels werkt Van der Vijven al bijna 30 jaar door aan een omvangrijk en gevarieerd oeuvre van romans, korte verhalen, columns en essays, prenten, kinder- en jeugdboeken en zelfs kookboeken. Haar boeken zijn in meerdere talen vertaald. In Nederland verschijnt haar werk in vertaling van Riet Dion Goossens bij uitgeverij Querido. Orlando, excuus voor deze fout. En sommige van Marita's boeken zijn bewerkt voor toneel en film. En momenteel trekt de toneelbewerking van Die Dingen van een Kind in Zuid-Afrika bijvoorbeeld volle zalen. Behalve dan daar waar COVID nu heerst. Voor dit gesprek gaan we echter niet naar Zuid-Afrika, maar naar Frankrijk. Naar de Provence. En hier woont Van der Vijven nu al ruim 25 jaar met haar Franse man Alain. En we gaan het hebben over Marita's meest recente boek, Een baaienlang brief aan mijn dochter. En deze memoires hebben de vorm van een brief van Marita aan haar dochter Mia. En Mia studeert in Parijs en wordt volwassen in de tijd van Me Too en de Black Lives Matter beweging. En in haar brief probeert Van der Vijven uit te leggen hoe het was om in de apartheidsjaren op te groeien in een wit middenklasse gezin in Zuid-Afrika. En Van der Vijven schreef haar brief in het jaar dat Frankrijk en de hele wereld uiteraard in de greep waren van de COVID-pandemie. Marita wordt geïnterviewd door Francine Maassen. En Francine studeerde film- en literatuurwetenschap aan de Universiteit Leiden, waar ze zich specialiseerde in Zuid-Afrikaanse literatuur. En in 2019 studeerde ze af met een scriptje over anti-apartheidspoëzie. Momenteel doet ze aan de Universiteit van Amsterdam promotieonderzoek naar trauma en identiteit in het oeuvre van Breiten Breitenbach. En Maassen schrijft met grote regelmaat recensies en verslagen op verschillende platforms. Zoals u van ons gewend bent, werken we weer volgens het beginsel van luistertaal. En dat betekent dat Francine Maas in Nederlands zal spreken, terwijl Marita in het Afrikaans antwoordt. En daarmee willen we laten zien dat het niet altijd nodig is om over te stappen op een andere taal, bijvoorbeeld het Engels, om elkaar toch te kunnen begrijpen. Voordat ik jullie het woord geef, wil ik er nog even een huishoudelijke mededeling. U kunt vragen stellen in de chat en die worden aan het einde van het gesprek voorgelegd en beantwoord. En nu, dames en heren, het woord is aan Marita en Francine. Ja. Heel erg bedankt, Angelie. En welkom aan Marita bij deze 5e editie van Boeken uit het Huis. Nou, Angelie heeft net al uitgebreid geïntroduceerd. Ik zal zelf nog even kort wat dingen zeggen. Je bent aan het eind van de jaren 50 geboren in Kaapstad. Besteedde je jonge jaren aan de Kaap. En tijdens je tienerjaren groeide je op in Gauteng en Transvaal. Je werkte als journalist en als schrijver. En debuteerde in 82 met een jeugdverhaal. En in 92 toen met Griet schrijf een sprookje. Nou, zoals Angelie ook al vertelde, een boek wat grenzen doorbrak op dat moment. Op dit moment woon je in de Provence. Een baaienlang brief van mijn dochter zijn jouw jeugdmemoires. Vorm van een brief aan Mia, jouw dochter.
Nou, ik zal eventjes iets voor de luisteraars vertellen nog over dit boek. En, het boek richt zich specifiek op de verschillen tussen Marita's eigen jeugd en die van Mia in Frankrijk. Nou, jij zelf groeide natuurlijk op tijdens het apartheidsregime. Mia in de tijd van Black Lives Matter en Me Too. In jouw tijd was bijvoorbeeld seks en wat ermee te maken had een taboe. Voor Mia is het een open gespreksonderwerp. Dus het gaat niet alleen om jouw eigen jeugdmemoires. Maar je schrijft het ook heel erg vanuit een hedendaagse bril. En dat is het werk waar we het vandaag graag over gaan hebben. En ik wou graag beginnen bij het begin van dit boek. Bij de opdracht. Het is opgedragen aan Harry Kalmer en Rijk Hatting. En u vertelt dat hun vroege dood je aanzette om dit boek te schrijven. Waarom heb je ervoor gekozen om specifiek nu dit boek te schrijven? Ja, goeiedag allemaal. Ik denk, dit was die vonk wat nodig was om een vuur aan te steek. Harry en Rijk is twee Afrikaanse schrijvers wat ik nog altijd bewonder het en met wie ik ook bevriend geraak het deur die jare. Min of meer my tydgenote. En ek het lank al gedink aan die idee om een memoir te skryf. Vroeger altyd gedink, ek is te jonk. Mens moet 90 jaar oud wees. Almal oor wie jy kan skryf moet al dood wees. Anders kan jy nie eerlik wees nie. Dit was altyd my verskoning. En toe tref ek my 60ste verjaardag. En een mens moet baie dom wees as jy teen 60 nie besef dat die pad wat voor lê korter is as die pad agter jou nie. So, hoewel ek nog jonk van gees voel, my lyf, ek is gesond, besef ek, mens word meer bewus van die dood. En toe het die twee skrywers wat albei gesterf het, toe ek gedink het hulle is nog jonk en onverwachts, het my geruk. En het my laat besef, ek kan nie vir ewig uitstel tot ek eendag 90 jaar oud is nie, want soos ek gelewe het, sou ek nie noodwendig 90 jaar oud word nie. The life choices I made. So ek moet dalk daaraan dink om te skryf wat ek al so lank wou skryf. En dan die ander faktor was, die finale aansporingsfaktor, dink ek, was toch COVID gewees, as COVID-19. Want dit het mens, indien ek een groeiende bewussyn van my eie sterflikheid gekry het, na my 60ste verjaardag, dink ek het COVID die hele wêreld bewus gemaak van meer as ooit van tevore, van hoe fragiel die lewe is, van hoe vinnig alles kan verander. Ons lewe het so ingrypend verander. Dit is ondenkbaar waardoor ons nou lewe vergeleke met 1.5 jaar gelede. So dit was die ander aansporing wat ek gedink het, ek kan het nou doen. En COVID het my ook die tyd gegee, want alles anders het weggeval, daar was niks anders te kon doen nie, daar was nie feeste om aan deel te neem nie, daar was nie toere nie, daar was, so ek kon werkelijk intensief skryf, miskien meer intensief as wat ek nog ooit in my lewe geskryf het. Dat was echt een voordeel? Ja, dit was beslis niks om my aandag af te trek. Oké, dat is bijzonder om te horen, ja. De roman is echt gestructureerd als een brief aan Mia. Mia wordt echt aangesproken. En die structuur is natuurlijk heel anders dan we van een roman gewend zijn. Was het schrijfproces daardoor ook heel anders? Ja, ik denk met fictie en nie fiksie, is daar verskil, die groot verskil vir my is, met fiksie, is daar niks. Dis een leë skerm, dis alles in my kop, ek moet dit uitdink, ek moet elke karakter uitdink, skep. Met nie fiksie, en vooral dan een memoir, een ander soort nie fiksie, moet een mens heel veel navorsing doen, met een memoir, hoef jy nie soveel navorsing te doen nie, maar jy moet diep in jou eie onderbewussyn, sal ek sê, delf, om werklik te onthou, om jou te herinner aan alles wat gebeur het. So daar was iets om jy te begin. Daar was
my lewe tussen my geboorte en my 17de, 18de levensjaar waar ek wou skryf. Maar wat laat jy uit? Wat sit jy in? En soos jy skryf, soos jy begin, raak jy, dit is letterlik soos in 'n, om in 'n donker kamer in te stap, en jou oë moet gewoond raak aan die donkerte, en dan begin jy sien. Want aan die begin gaan jy so voel, en ek het nie geweet nie, en ek is verstom gewees oor wat uitgekom het terwyl ek skryf. Dinge wat ek gedink het, ek het heel vergeet, omdat ek so intens besig was om te skryf, en geen ander afleidings gehad het nie, dit was die proces, het baie, miskien selfs meer intens gemaak as 'n roman, omdat ek die hele tyd ook bewus was dat ek met die waarheid, ek sê dit altyd in aanhalingstekens, want ek besef ook dat my waarheid is my persoonlike weergawe van die waarheid. En dis anders as my broer of my suster se waarheid van dieselfde situasie. So ja, so dit is 'n onthou proses en 'n uitsorteer proses gewees dag vir dag. Waren er dan herinneringen waar je van schrok dat je bij dat onderzoek er weer achter kwam? Ja, ik denk toch zo. Het is niet alsof ik skielik wakker geworden in ochtend en hier het ek herinnering wat ik glad niet onthou het nie. Dat het wel geleidelijk opgekomen. Dit is dus kom ek dink heel goed aan 'n donker kamer waar jy oog geleidelik gewoond raak aan wat jy sien. En jy begin vorms uitmaak. En daar is 'n vorm waarvan jy heeltyd bewus is, maar jy is nie seker as dit 'n rusbank of is dit 'n bed nie. En soos jou oog gewoond raak, dan sien jy die vorm. Dit was miskien dit. Daar was dinge wat gebeur het, wat ek soms doelbewus, denk ek, onderdrukke mens, seker goed. Daar is ook dinge waaroor jy net nooit gepraat het nie. En in die skryfproses kom dit uit. Susan Sontag, wat ek aanhaal, meer as een keer in die boek, praat van memory is inventive. It invites itself. It's hard work. Ek het dit oor en oor ervaar. Dit is eintlik harde werk. Want dit is nie net, jy gaan sit daar en hier kom dit nie. Jy moet werk en delf en diep duik om het boontoe te bring. Je noemde net al dat er minder onderzoek voor nodig is dan voor andere niet-fictie. Maar zijn er bepaalde bronnen die je wel hebt gebruikt bij het schrijven? Bijvoorbeeld foto's of dagboeken of gesprekken met familieleden? Ik heb niet voor die laatste 2 jaar waar ik schrijf, mijn laatste 10 jaren, wat ik nog schoolkind was, heb ik wel dagboekjes en foto's en brieven. Maar voor die eerste omtrent 14 jaar van my lewe, het ek, ja, daar's foto's, soos ek nou hier sit en met julle gesels, is daar 'n fotobord hier voor my, maar julle werkkamer is vol fotoborde, foto's. So ek wel foto's, wat heel help, maar ek moet ook om fact-checking, mens moet as jy oor 'n spesifieke, ek onthou, 'n film, 'n rolprent, wat ek gesien het, in 'n sekere jaar, of 'n boek wat ek in 'n sekere jaar gelees het, dan moet ek gaan check, het hierdie film inderdaad uitgekom toe ek in ek 9 jaar oud was, of het dit eers 2 jaar later gebeur toe ek 10 jaar oud was. So daar was heel wat sulke soort van amper journalistieke. Ek van hulle is gewees vir baie jare, so daardie soort van fact-checking is vir my natuurlik wat ek wel moes doen. En op internet kon ek dit gedoen het. Gesprekke met familielede wel ook. Vooral met my vader, wat gelewe het nog terwyl ek die boek geskryf het, en letterlik gesterf het die dag toe ek die boek ontvang het. En ek is so dankbaar dat ek vir hom nog kon uitvra, want my moeder is lank reeds oorlede, 20 jaar gelede, so vir haar kan ek lank al nie meer vra nie. Maar vir my pa het ek spesifiek, die laaste keer wat ek besoek het, net voor COVID, laas jaar, het ons een dag gaan sit en ek het hom gevra oor sy vroeë jeug, oor sy skool, oor stories wat hy van tevore aan geraak het, en dit het ook baie gehelp.
Wat mooi, wat fijn dat dat nog net kon. Dat zal heel waardevol zijn. Ik is dankbaar daarvoor, want de mens denkt nooit, mens denkt altijd te laat. Met mijn moeder was ik spijt. Ik heb een goede ervaring met mijn moeder gehad en ons het oor alles gepraat, maar dat was so baie wat ik nog wel kon gevraagd. En ik heb het eindelijk eerst besef na sy niet meer daar was. Het boek leest verder heel erg soepel, alsof je gewoon met een glaasje wijn het aan de lezer aan het vertellen bent. Is er ook heel veel herschreven nog aan de tekst, of ging het schrijven net zo makkelijk als het leest? Glad niet makkelijk niet. Heel veel herschrijf. Iemand, een slimmer schrijver als ik, ik weet nooit wie dit is, die het gezegd heeft: easy reading is hard writing. En ik denk elke dag van mijn leven daaraan, want dit is harde werk om het te laten lijken alsof dit sommer net zo vloeit. Als je werkelijk net gaan zitten en je gaan schrijven bewustzijnstroom, dan gaat het heel waarschijnlijk onleesbaar wees. Die harde werk is om oor en oor te schrijven zodat het lijkt alsof het makkelijk is. Ons het een ander Zuid-Afrikaanse schrijver, wat ik bewonder, Herman Charles Bosman, Engels-Afrikaanse schrijver, wat zulke gemakkelijke stories geschreven het oor een ou oom wat in een kroeg zit en luister naar hoe allemaal praat. Baie goeie dialoog. Mensen die idee dat hij letterlijk net al gesit het en afgeskryf het wat mensen om hom sê. En hij het op een keer vertel hoe hard hij werkt. En hij het gesê, die moeilijkste is to make it seem seamless. To make it seem seamless. Dat je niet die mate kan zien nie. Want soos as jy rok maak, as jy kleremaker is, jy moet nie die nate kan sien waar die skrywer nou vreselijk hard gewerk het nie. En ek probeer altyd daarna mik. Dis my groot compliment as mense vir my sê, my boeken lees makkelijk, want dan weet ek het recht gekry. Nou, dat is hier zeker gelukt. Je hebt het boek opgedragen ook, of in elk geval gericht aan, jouw Franse dochter, Mia. En ik vroeg me af, waarom niet bijvoorbeeld aan je Zuid-Afrikaanse zoon Daniel of aan al je kinderen? Waarom specifiek aan Mia? Enkele redes. Zij is heel wat jonger als die ouwe seuns. So zij was me op die rechte ouderdom min of altijd begin skryf het. Sy het pas 21 geword, maar zij was eindelijk 19 toe ek geskryf het. En dit was min of meer die ouderdom waarop ik mijn memoir wou staak, so ek kon, ons kon vergelijken daarmee. Maar waarschijnlijk die belangrijkste reden is dat ik voel, dat is een sterk feministische streep in die boek. Daar is sekere dinge wat een ma, denk ik, voor een dochter wil sê, wat anders is as wat sy voor een seun sê. Waarmee ik niet sê dat ons ma's ons seuns niet ook als feministe kan grootmaak nie. Ek denk, dit is nog belangriker misschien dat ons ook ons seuns recht leer. Maar daar was voor my specifieke onderwerpe, ek skryf baie die ding van my voormoeders. Ek skryf ook oor my voorvaders, maar my voormoeders, nie net my fysieke voormoeders nie, maar my letterkundige voormoeders, die skrywers, wat ek bewonder, en wie se spore ek graag sou wil volg. So daai story gaan vir my deur, en dit wil ek vir my, aan my dogter oordra, die story van haar ma, se ma, se ma, en hoe om een vrou te wees in hierdie tydperk, is nog steeds nie dieselfde as om een man te wees nie. Daar is nog steeds soveel dinge wat mans kan doen, vooral in ander werelddele as mens buiten Europa gaan, wat vrouwen nie mag doen nie. En ek wil vir my dogter miskien een wapenrusting gee om hierdie wereld aan te durf, waar daar soveel is. Ek wil vir haar sê, staan jou plek vol. Moet nie in die skade wie wees nie. Soos ek altijd gesê is, weet jy, moet een keer achter die man stap, dus soos ek groot gemaakt is. Ek wil nooit vir my dochter dit, en ek sê, jy stap langs die man. Jy staan jou plek vol. Heel mooi. Wat een grote rol speelt in de stukken over jouw eigen jeugd,
is dat je vertelt dat je heel vaak moest wisselen van school. Je vader die wisselde regelmatig van carrière en dan moest het hele gezin weer op pad om ergens anders een leven weer op te bouwen. Wat deed dat telkens wisselen van woonplaats met jou? Het was erg moeilijk voor een skaam kind. Ik was skuchter, skaam, ik was een boekworm, zoals hulle in Afrikaans sê. Nie een sportieve kind nie, nie een kind wat makkelijk maats gemaakt het nie. En om dan keer op keer in een nieuwe school te wees waar je niemand ken nie en te moet maats maak en jezelf te moet bewys, soos kinders kan wreed wees. En al die dingen was vreselijk moeilijk voor mij. Maar op een vreemde manier heeft het mij zeker ook gehelp om mijn eigen skaamte te oorwin. Want als ik vandaag voor mensen vertel hoe erg beskrompeld skaam ik op school was, geloof mensen mij partij keer niet. Want ik kom nu voor alsof ik heel gemakkelijk is, ik het zelfvertrouwen, ik kan voor de skares mensen staan en gezels als ik moet. Dit te doen misschien met dit dat je jezelf moet dwing keer op keer om jou skaamte weg te steek, want anders gaan jy net als het nie, gaan glad die maats maak nie, en dit te oorkom. So ek dink dat dit miskien deel daarvan te doen. En dan het ek ook bietjie drama geswat. So drama gestudeer op net na school, en ek dink daar is heel wat skaam mense wat doen met een bietjie drama opleiding, want het leer jou ook om weg te steek, om voor te geven dat je zelfvertrouwen hebt. En dan oortuig je wel mensen in jezelf. Heel mooi. Op verschillende plekken in het boek stip je ook de apartheidssamenleving aan. En we noemden net ook al, het is het opgroeien in een apartheidssysteem wat tegenover de jeugd van Mia dan ook wordt geplaatst, die natuurlijk in een hele progressieve open maatschappij is opgegroeid. Dus dat apartheidssysteem dat wordt benoemd, maar ook hoe ontzettend normaal dat systeem op dat moment voor jou leek. En in de loop van het boek lijkt de jonge Marita zich dan meer bewust te worden van het onderdrukkende aspect van apartheid. En wat waren voor jou dan de belangrijkste momenten van bewustwording? Dit was werkelijk die gloriejare van apartheid, nee, die 60s en die 70s, wat ek groot geworden, die gloriejare. Dit was so, ons het in so afgesloten borrel gelewe in Zuid-Afrika. Ek moet bijvoorbeeld keer op keer vir my kinders verduidelik dat ons nie eers televisie gehad het nie. Die hele rest van die wereld het in die jare 70 al televisie gehad, maar ons het in 1975, 76 eers televisie gekry vir die eerste keer. So, die korante was gesensuur, heel wat boeken is, so jy het, dit was makkelijk geweest vir die overheid om mensen blind te hou, en vooral natuurlijk kinders, wat gebreinspoel word op een manier. Maar toch, dan gebeur dat dinge, as jy een denkende mens is, selfs een kind, is dat oomblikke wat jy vraag begin vraag, as jy nie blind en doof is nie. En ek stip specifiek een of twee van die momente aan in die boek, in een baie lang brief aan my dochter. En die een moment, onthou ek, was toe ek seker so 12 was in Pretoria, by een atletiek bijeenkomst, dat al die hoërskole is, van al die skole van Pretoria. Ek is nie seker of die laerskole of hoërskole nie, maar die skole, natuurlijk, al die kinders en die onderwijzers en die toeskouers op die paviljoene is spierwit. Dit was vir my normaal. En achter die paviljoene staan die roomhuisverkopers, smouse met wat lekker goed en roomhuisverkoop, wat meestal swart was. En ek, nou staan ek in een tou om vir my roomhuis te koop, en een jong man wat een eentje voor my staan, misschien twee mense voor my, begin skel op die heel wat ouwer, swart roomhuisverkoper. Ek kan nie onthou waaroor het gegaan het nie. Ek weet nie hoekom nie, of hy gedink die swart man spreek hom nie recht aan, of wat nie, maar hy het met hom gepraat. Ek onthou,
ek het skaam gekry, ek het begin brand van skaamte, en ek het gedink, maar men sal nie met een hond of een dier praat, soos jy nou met die ouer man praat nie. En dit was, ek het nie die Romeinse kop nie, ek was te skaam, ek kon nie die swart man in die oog kyk nie, ek het omgekeer en sonder my Romeinse weggestap. En die naweek het ek kerk toe gegaan, ek het groot geword met kerksondag, en ek het begin vraag van myself, want ek het gewonder, hoekom, wat gee ons die reg, kan die dominee, kan die prediker hierdie vraag vir my antwoord, kan die skoolhoof of die onderwijsers my sê, hoekom, wat gee een jong man of een kind die reg om met een ouer swart persoon so te praat? Is hierdie man, is hierdie jong man ook een christen gewees? Want ek het gedink, alle Afrikaners is christene, en christen beteken ook, jy het jou naaste lief soos jouself. So dis die begin gewees, een klein beginnetjie van vraag. En as jy eers hierdie vraag begin vraag, en jy kom achter jou ouers en jou onderwijsers, en die kerkmense wat jy geleer is om na op te kyk, kan nie noodwendig vir jou antwoorde gee nie, dan begin jy natuurlijk meer en meer vraag. So dit is hoe ek, denk ek, maar op daardie paadjie beland het. Want wat waren de reacties van volwassenen dan, als je dat soort vragen stelde? Die reaksie was dikwijls iets soos, dit is normaal, dit is soos het is. Of dit is, ons is reg, ons is die klein uitverkore volk, en ons het God aan ons kant, en wat ons doen is reg, is vir almal se beswil. Dit het die mens dikwijls gehoor, afsonderlijke ontwikkeling, beteken nie, jy is beter as die ander nie, beteken dit is goed vir die swart mense om nie dieselfde skool as ons te gaan nie. Dit is geregverdig op maniere wat amper ondenkbaar is vandag, maar dit is die regverdiging gewees. En natuurlijk het baie mense dit oprecht geglo. Wit mense, ek denk baie wit mense het oprecht geglo, dat dit is die beste vir allemaal van ons. So, dit was moeilik. Jy kan nie werkelijk in daardie klein Afrikaanse wereldkie waarin ek groot geword het, antwoorde gevind het nie. Jy het miskien mense, my eie ouers, kan ek nou vandag sê, was nie raciste nie, was nie, ons het nooit, ons mag nie skelwoorde gebruik het, om van ander mense te praat nie. Maar die feit, dat my pa die nationale partij ondersteun het, was toch, dit het toch uit 'n racistische plek uitgekom. So, dit is baie moeilik om te kyk daarna, en dit is iets wat ek ook aanraak in die boek, hoe kyk jy na die skuld, na die aandadigheid van die mense wat jy lief het? Want ek is lief vir my pa en ma, en my ouma en oupa, maar ek moet ook erken dat hulle verkeerd was, dat hulle dinge gedoen het wat jy nie kan verduidelik vir my dogter nie. Dankjewel. Ik wil even inzoomen op een stukje richting het eind van het boek. Jij zelf aan het einde van jouw, middelbare schooltijd is, de hoorschool. Je gaat je oriënteren op een universiteit. Maar voor een deel van jouw leeftijdsgenoten komt er eerst nog iets anders. Namelijk de dienstplicht voor de jongens. Ja. Dat wordt benoemd in het boek. Je benoemt ook dat veel jongens daar getraumatiseerd van terug zullen komen. Het is ook een onderwerp wat je verder hebt uitgewerkt in je roman Grensgeval. Maar op dat moment, als er net men klaar is met die school en die dienstplicht die nadert, voelde dat op dat moment als een dreiging? Ek dink so, ek dink ons was almal, selfs die jongelinge wat so gebreinspoel is, dat hulle geglo het, hulle gaan om communisme uit te rooi of so, was toch bang. Jy kon dink, jy moet het doen vir volk en vaderland, en om die wit volk te beskerm, en al die soort van goed wat vir mense ingeprent is. Maar die jongseuns was bang. Hulle kon het miskien nie erken nie. Want jy kon doodgaan, en baie het doodgegaan, of het verlam teruggekom, of beseer teruggekom. Maar dis is maar so soldate in enige oorlog, daar is soveel patriotisme en breinspoeling betrokke, dat dit
jy amper nie daaruit kan kom nie. So dit word gesien as iets normaal. Dit is nou maar wat jy moet doen. Dit het heel veel geweldig baie moed gevat vir jong Suid-Afrikaanse witmans om op die ouderdom van 17 of 18, wanneer jy opgeroep is, te sê, nee, ek doen dit nie. Want jy kon gewetensbeswaarde wees, wat sou beteken dat jy sou tronk toe gaan, of jy moes die land verlaat, en nie weer terugkeer nie, jy moes in exile gaan. En terwyl ek dit sê, besef ek dat al soveel swart mense is wat in exile gegaan het, wat nie 'n ander keuse gehad het nie, so jy dit ook. Maar ek dink toch, mense is soms verbaas, as ek met Europese vriende nou praat, hoekom het meer jongmans nie eenvoudig sê, ek gaan dit nie doen nie, dit is een onregverdige stelsel. Ek dink, een mens kan nooit die breinspoel, die geslotenheid van die wereldkie, onderskat nie. Daar was eindelijk vir die meeste jong witseens nie keuze nie. Al het hulle saamgesê, die keuze, of daar was een keuze, maar het was so aangrypend van hulle hele lewe verander, dat min jong seuns, want ek noem hulle seuns, hulle was nog nie mans nie, op daardie ouderdom daardie keuse kon uitoefen. Baie van hulle was jare later baie spyt, baie het na die diensplig betrokke geraak by the End Conscription Campaign, wat die hele veld toch was om diensplig te probeer beëindig. Maar op daardie oomblik, as jy 'n tiener is, dan doen jy maar wat jou pa en die skool of jou sê jy moet doen. Het is heftig en voor mij als mijn generatie moeilijk voorstelbaar hoe dat zo speelde. Weet je, Francine, voor mij zelfs nou vandaag is het ondenkbaar als een moeder. Ik kan niet denken hoe ik dit zou kunnen doen om van mijn zoon te laten grens toe gaan. Ik weet niet hoe die moeders dit gedoen het en die vaders, tenzij hulle helemaal gebreinspoel is. Die idee dat jy jou kind stuur om mense te gaan doodmaak en om self doodgemaak te word moontlik, is vir my ondenkbaar. En hoe ervaarde jy dat op 'n moment? Want jy hoefde self nie in diensplicht, maar jy sag natuurlijk wel mense in jou omgeving die dat moesten doen. Hoe ging jy daar self mee om? Ek dink in die tydperk waarin die boek afspeel, so ek sê, tot by my 17de jaar, was dit iets wat jy gedoen het. Jy was bewus daarvan, jy was bewus dat baie van jou seunsmaats miskien skrikkerig is daarvoor, maar dit is nou maar net iets wat gedoen is, en jy as meisie het briefies geskryf, of kospakkies gestuur vir jou broer, of jou neef, of jou kerel op die grens. Ek noem wel in die boek, dat het eindelijk op universiteit, het ek werkelijk begin, want dan het die gewondes begin huis toe kom. Ek het, my matriekjaar was 1975. 75 en 76 was die jaar toe die geheime oorlog, toe Suid-Afrika diep in Angola ingestuur is, die soldate, die dienspligtiges, maar hulle ouers het nie geweet by die huis nie. Niemand, het is geheim gehou vir die rest van die wereld. So daar sit jy, jou broer of jou boyfriend of wie ook al, is diep in Angola bezig om geskiet te word en mense dood te maak, maar die regering sê, nee, hulle is nie daar nie, ontken dit. So ek dink daardie soort van leuns het ook miskien meer oë oopgemaak, want toe ons uiteindelik besef, maar die regering lieg vir ons, dan vraag jy vir jou, maar waaroor anders lieg hulle nie ook nog nie, as hulle oor so iets belangrik kan lieg. So ek dink dit was ook 'n oomblik wat vir baie mense, en ek het daarna al hoe meer bewus geraak in my eie lewe, deur vriende wat fysiek gewond is en ook emosioneel getraumatiseer is. Dit het 'n lewenslange proses geraak vir my, so ek kon nooit werklik wegkom van die grensoorlog nie, omdat daar te veel mans in my eie persoonlike lewe was wat daardeur benadeel is of gedood is of gewond is. Dankjewel vir dat te delen. Ik ga even terug naar de relatie met jouw ouders. Aan het einde van het boek, dus aan het einde van je puberteit, van je jeugd, lijkt de relatie met je ouders en vooral met je vader best wat verslechterd. Hoe kwam dat zo? Ik denk, die antwoord is kortliks, ik was een normale tiener. Daarna het ek een ma geword van tieners en
Dat is min tieners wat niet door een vorm van rebellie tegen hulle ouers gaan nie. In vele opzichten was ik misschien eindelijk een goede tiener, want ik het niet mijn rebellie. Ik was nooit, ik het nie aan dwelms verslaaf geraak, of die huis verlaat, weggeloop van die huis af nie. Ik het altijd heel goede punten op school gekry. Dit was meer, my rebellie was meer en meer door vraag te vraag, door die soort vraag te vraag wat jou ouders nie kan antwoord nie. Nie net oor die politiek nie, oor die politiek, oor godsdienst, morele kwesties, soos, so, ek kon nie werkelijk met ouders oor seks praat nie, maar ek sou bijvoorbeeld iets my pa sê, soos, ek gaan nie eendag trou nie, ek gaan 'n kind kry sonder om te trou, en dan sou dit hom so ontstel. En op die ouend het dit gebeur, heel wat later in my lewe, nie getrou nie, ek het 'n kind gekry sonder om te trou, en my pa was fine daarmee, later gekom. As jy dit op 16, 17 sê, ek dink baie daarvan was provokasie ook. Jy is in rebellie, jy kan nie verstaan hoekom, en jy voel jammer vir jouself, en alles is so intens as jy 'n tiener is. Ek skryf nog steeds jeugboeke, so ek moet sal ek sê, in voeling bly met die tiener in myself. En ek dink altyd daar die intensiteit van gevoelens, van as jy hartseer is, is jy verskriklik hartseer. As jy vreugdevol is, is jy over the moon. Ek dink volwassenes vergeet gou hoe intens dit is. So dit was, 'n groot deel van my vashaak met my ouers was doodgewone, normale tiener rebellie gewees. Met my ma het dit oorgegaan, gou oorgewaai. Ek dink, teen die tyd dat ek op universiteit was, was dit reeds fyn, en toe ek self 'n moeder word, ek dink dit gebeur baie keer met vroue wat opstandig is teen hulle maas. As jy self 'n kind kry, dan begin jy besef waardeur jou ma was. En toe het ek werklik my ma begin waardeer, en ons het werklik na aan mekaar gekom. My pa was daar, maar altyd so hak, maar ons het ook, soos jy self ouer word, vergewe jy jou ouers. Want jy sien dinge wat jy nie kon sien as kind nie. En op die ouend, soos ek sê, my pa is nou heel onlangs dood. Dis vir my swaar, want ek dink op die ouend het ons goed klaar gekom. Ten spyte van ons verskille, het ons respek gehad vir die verskille wat ons het. En als we dan jouw jeugd even vergelijken met die van Mia, wat zijn dan de belangrijkste verschillen in hoe jullie zijn opgegroeid? Zo, dat is zoveel verschillen. En je weet, ik heb het specifiek, ik richt die boek aan mijn dochter, omdat zij letterlijk in een ander land groot wordt als ik. Maar ik zie ook, ik denk ook aan die verleden als een ander land, waarna jy nooit kan terugkeer nie. So selfs vir jong mense wat vandag in Suid-Afrika groot geword het, dis 'n ander land as die land waarin ek was. Jy kan nie teruggaan na daai land nie. So dit het my gehelp, of my dogter, om te sê, goed, letterlik 'n ander land, maar as ek in Suid-Afrika kom, as jeugboekskrywer, besoek ek heel gereeld skole, om te praat met jong mense en om hulle aan te moedig om Afrikaans te lees, en ek het 'n projek wat spoken word, poetry, praat poesie, wat ek met skole doen, en dan kom ek achter hoe ver weg dit vir hulle is. Dit is vir my, is dit in my leeftyd, dit is vir hulle soos die middeleeuwe, as jy praat van die jare 70 of die jare 80, dit is iets waarvan jy in geskiedenisboeke lees. En hulle weet van apartheid, hulle weet van die leiers wat in die tronke was en so, maar die dag vir dag reels, hoe dit elke enkele lewe beïnvloed, ek dink nie hulle kan hulle dit voorstel nie, want elke keer as jy sê, jy kon nie op dieselfde strand wees as iemand, as een swart mens en een wit mens kon nie, jy kon nie in dieselfde kerk wees nie, jy kon nie in dieselfde langs mekaar in 'n bus sit nie, jy kon nie, alles, jy moes aparte ingange gebruik as jy, so dit is klein voorbeelde wat skok, want dit het jou hele lewe beïnvloed. En om dit vir jong mense te vertel, of om hulle, sê maar, na die apartheidsmuseum te neem, wat nou in Johannesburg in Gauteng is, is nogal 'n ervaring, want as jy 'n kaartjie koop daar, dan kry die een kaartjie vir blankes,
witte mense en die andere kaartjie vir swart mense en dan moet jy by twee verskillende ingange ingaan en dit vind ek ruk jong mense nogal, want dan besef jy wat dit beteken het op 'n dag vir dag basis, jou kleinste stappie wat jy doen. Dis nie net dat jy nie kon trou en kon woon saam met mense wat as alles jy lief vir iemand het, dis elke enkele dag alles wat jy doen, jou skool, jou kerk, jou die winkel waar jy kos gaan koop. En ja, in vergelijking daarmee is Mia natuurlijk vry. Dit is, sy het gereis van baie jongs af. Sy was 2 maanden oud, toe reis die eerste keer tussen van een continent na ander, so gauw soos ek haar paspoort kon kry om as Afrika toe te neem. Terwyl ek glad in my, ek was 18 jaar oud, toe ek die eerste keer in my leven in 'n vliegtuig was. Die enigste ander land wat ek ooit deur my jeugjare geken het, was Mosambiek. Want omdat my laaste 2 skooljare in die Laagveld in Oost-Transvaal was, soos het destijds van Mpumalanga vandag, aan die grens van die Kruger-Wildtuin Nationale Park, was Mosambiek net oorkanie. Mosambiek was nader as Pretoria gewees. So ons het soms naweke daar naartoe gaan, en dit was eksoties, hulle het Portugees gepraat, en dit was heel iets anders as die naaste wat ek aan oorsee gekom het. Het boek bevat ook heel veel verwijzingen naar literaire werken. Echt te veel om op te noemen. Je noemde hem zelf net al Sontag, Camus. Zo ontzettend veel schrijvers die hierin genoemd worden. Dus ik had daar nog een paar vragen over. Je noemde zelf ook al de invloed van het feminisme en de vrouwen die voor jou de weg hebben bereid. Wie waren jouw eigen literaire voormoeders? Dat was so baie. En ek dink, ek kry nog steeds vrouwen wat ek bewonder. Maar Virginia Woolf, een van hulle wat ek baie bewonder, skryf in A Room of One's Own, hoe ons allemaal, elke vrouw wat skryf, het eindelijk een hele rij vrouwe voor haar, voor wie sy voete sy blomme moet lee, om dankie te sê vir die pad, want nou is het so makkelijk, het is nie makkelijk noodwendig om gepubliseerd te word nie, maar jy kan dit doen onder jou eie naam, daar is vrouwe wat, dit is iets wat jy doen, daar is net soveel vrouwenskrywers soos manskrywers, waarschijnlijk nou die staan, die nie meer nie, maar mens moet dan altyd dink aan die vrouwe, soos in die Engels sprekende Afra Ben, wat in die Engels sprekende wêreld die eerste vrou was, wat haarself skrywer genoem het. Al die ander het gesê, ach, hulle skribbel sommer net so 'n bietjie briefies, of, het was 'n tydverdryfie. En Afra Ben het gesê, ek skryf, dit is my werk, dit is wat ek wil doen. Daar was mense soos Simone de Beauvoir, wie se second sex, ek deuxième sex, ek gelees het, as een jong meisie, jong vrou, ek was dalk so 20, 21, en een geweldige indruk op my gemaakt het. Nie net op my skryfwerkie, maar oor hoe jy aan jouself dink as vrou. En so het al, was al, oor die, lang voor ek geweet het, ek gaan in Frankrijk eindig een dag, was daar een reeks, was al Franse skrywers, wat ek bewonder het. Meer van hulle leefwijse, noodwendig is wat hulle geskryf het, soos George Sand, of Colette, vrouwe wat manskleren gedra het, vrouwe wat affairs gehad het, met mans en vrouwe. Dit was vir my, as 'n klein calvinistiese jong meisiekie, het dit vir my gewys, daar is 'n ander pad. Ek hoef nie op hierdie klein straight and narrow, nou trou jy, nou kry jy jou kinderkies, en jy weet, en dan gaan jy so, daar is ander maniere om te lewe. En sien jy jezelf ook als zo'n literaire wegbereider? Weet jy, ek probeer nie aan myself so dink nie, maar dan sal ek myself miskien te ernstig opneem, maar ek sou toch, ek sou gevlei wees, of ek sou toch hoop, dat al miskien 'n paar jong mense is, wat miskien my boeke lees en dink, maar goed, vir al skoolkinders, omdat ek ook vir jeug skryf, dink ek, jy preek nie vir die bekeerdes nie. Jy kan nog kersie in iemand se oë aansteek
En dit is misschien mensen wat je wel nog werkelijk kan beïnvloeden. En dan een jong meisje wat daar sit en niemand ken wat een schrijver is nie. Maar hier staan iemand voor haar en ik sê, maar ik het ook niemand geken wat een schrijver is in mij. Maar ik weet geweet, ik wil dit doen. En het geeft misschien net voor iemand die moed om dit te doen. En om ook een ander paadjie te stap. Oké. Okay. Zoals al eerder benoemd zijn zijn natuurlijk memoires en die gaan over de directe omgeving van de auteur. Dat kwam al een aantal keer natuurlijk voorbij. Maar ik vraag me dan af, heb je bepaalde keuzes gemaakt in het schrijven over mensen die nog leven? Francine, dit was zeker die moeilijkste van alles. Dit is die moeilijkste deel geweest van schrijf. En hoe kom ik van een memoir schrijf? En hoe kom ik ook vroeger spottender gewijs gezegd, het is beter als een mens erg oud is en allemaal om jou is dood, als je een memoir schrijft, want dan kan je roekeloos wees. Nee, so ik was heel tijd bewust van die feit dat mensen nog leven. En is ook misschien een van die redenen hoekom ik het beperk het tot bij mijn jeugdjaren. Een specifieke tijd in mijn leven wat ver weg is. So dit is makkelijker, minder moeilijk om dan naar terug te kijken. En een tijdperk in mijn leven waar eigenlijk mijn familie die grootste rol gespeeld het. Na school, universiteit, werkende leven, raakte het baie moeilijker. Mensen vragen of mij, maar gaan hier een opvolg nou wees en wat verder? Dan denk ik, oef, dit gaat eerst moeilijk wees. Want dan betrek je baie meer mensen. Nou, mijn hele leven het so uitgebreid, vrienden, minnaars, ik was de eerste keer getrouwd geweest. Daar is so baie ander mensen wat je kan nie jou story vertel sonder om hulle story ook te vertel nie. So, dit besef je die hele tijd. Hoe ver kan jy iemand anders een story vertel? So ek probeer aanhoudend ook in die boek sê, ek vertel my persoonlijke waarheid. Maar as ek met my broer en my suster praat oor een specifieke incident in ons kinderlewe, dan onthou ons elk een verskillende weergawe. Die een onthou die dialoog haarfijn, die ander een onthou nie eintlik die dialoog nie, maar sal precies onthou hoe die decor gelyk het van waar ons gesit het, en, of hoe die weer was, en die ander een sal iets onthou van een of ander aksie wat gebeur het al, van die kat wat hard gemel word skielik. En dit laat my besef dat ons elk een net ons eie weergawe het. So ek vertel my weergawe, ek raak aan my broer, my sister, my ma, my pa, my maats, my onderwijzers, maar ek probeer om nie, not to intrude on their stories, want ek voel, ek het nie die reg nie. Maar dit is een fijn balans waarop jy die hele tijd moet loop, want jy kan nie oneerlijk wees nie. Ek moet my story so eerlijk as moeilijk vertel, maar ek moet in gedachte hou dat ek nie kan inbraak maak te veel op hulle stories nie. En was je zenuwachtig dan voor hun reacties en wat waren de reacties? Die enigste mens wat ek misschien werkelijk zenuwachtig voor was mijn dochter. Ek het ook vir haar gesê, ek was zenuwachtig oor wat sy sou dink van wat ek skryf nie. Ek was zenuwachtig oor dat mense vir haar gaan vra, so wat denk jy van jou ma se boek? So ek het eindelijk vir haar gesê, Mia, jy hoef nie die boek nou al te lees nie. Ek weet wel eens ek dood is. Wat ek dink is so pressure wat ek op haar sit om nou moet sê. Ek het ook van gesê, toe dit nog manuskripvorm was, as jy wil, sal ek vir die manuskrip laat lees, sodat as daar enig iets is waarmee ongemakkelijk is, kan jy vir my sê, dan praat ons daar oor, ek kan het uithaal. En sy het vir my gesê, nee ma, ek vertrou jou. Ek wil het lees as het in boekvorm is. En sy het het intussen in boekvorm gelees, in Engels natuurlijk, sy lees nie Afrikaans nie. So, en een baie goeie reaksie daarop gehad, so, dis voorbij. Wat die ander mense betref, nee, ek weet nie, miskien is al van my ou skoolvriende, hier en daar dat ek skuilname gebruik, dan is daar enkele mense wat hulle self sou erken, maar ek het nie enige reaksie gehad tot dusver wat my laat voel het, dat ek
dat ek inbraak gemaak het op ander mense se stories nie. En wat wou je Mia en misschien ook de lezer meegeven met dit boek? Weet jy, dis interessant die vraag, want ek denk altijd als ik een roman skryf, of glo ek altijd, ek moet nie probeer om 'n boodskap oor te draai. Elke mens moet sy eie story daar, moet sy eie boodskap in die boek kry. Maar as jy 'n brief skryf, of 'n memoir in die vorm van die brief, dan het jy klaarblyklik tog een of ander vorm van 'n boodskap wat jy wil oordra. En ek het heel wat hieraan gedink al, en ek dink op die ou end, as ek het, kan ek het opsom in, ek wil so eerlik, ek wil hê, ons moet so eerlik as moontlik kyk, terugkyk, na wat gebeur het in Suid-Afrika, in ons in jeug, in enige jeug, ons allemaal, as ons terugkyk na ons jeug, al sit jy in Nederland of in Amerika of wat, daar het dinge gebeur in die wêreld, jou ouers, miskien jou grootouers, familielede het dinge gedoen waarmee jy nie saamstem nie, wat jy selfs geskok kan wees deur. Maar ons kan nie die verlede oordeel met die maatstawwe van vandag nie. En dit is miskien die boodskap wat ek die hele tyd probeer oorkry. Ons moet probeer verstaan en ons moet oordeel, want selfs in 'n tydperk was daar mense wat meer verkeerd was as ander mense. Maar ons moet ook die hele tyd onthou dat die maatstawwe verander. As ons regtig gaan teruggaan in die geskiedenis en ons gaan, dan gaan ons al ons groot helde verloor, want hulle was allemaal slawe-eienaars gewees, of hulle was oorlogsvoerders, of hulle het hulle vroue mishandel, of hulle was pedofiele, of hulle was, nou soveel dinge in die verlede, wat ons vandag moet ons morele standaarde net eenvoudig nie kan verduur nie. En ek vertel myself, ek sê dit ook ten einde van die boek, dat sekerlik is daar heel wat het ons, wat ons vandag doen, wat ons as normaal beskou, wat die volgende geslag ons voor gaan kwalik neem, soos wat ons met die ekonomie, hoe ons die aarde verwoes het, hoe ons goeders weggegooi het, sonder om te dink aan wat gebeur, hoe ek rondgevlieg het in die wêreld in vliegtuie. Dit is dinge waaroor die volgende geslag vir ons gaan kwalik neem. En ek hoop hulle sal, die volgende geslag sal ons dan ook nie net ook oordeel volgens die standaarde nie, maar volgens ons tyd. Wat daar dinge is waarvan ons nie eens bewus was nie. Dankjewel. We hebben inmiddels ook een aantal vragen binnengekregen via de chat. Dus ik dacht dat we die daar even een paar van zouden kunnen reageren. We hebben een vraag van Ingrid de Graven. En die gaat over de foto's die we bij deze uitzending erbij hebben gezonden. Die vraag is of de foto's ook op het boek staan. Zo ja, waarom? En zo nee, waarom? En of de foto's een rol hebben gespeeld bij het schrijven. Ja, dit is een lekker vraag, want het was een baie doelbewuste besluit om nie foto's in te sluit in die boek nie. Die enigste foto is die ene op die omslag, dis ek self op een jong ouderdom. Ons het specifiek gekies, heel wat mense dink is my dogter, want is self tydloos, dis so 'n tydlose foto, dit kan eintlik enige jong meisie wees van die afgelope 100 jaar. My dogter studeer visueel. Sy studeer video game design en nou gaan sy aan in met motion design. So, haar wêreld is geweldig visueel. En alle jong mense word in die visuele wêreld groot nou baie meer as in my tyd. So, my uitdaging was om hierdie story van my dogter in oudtydse woorde te vertel. Om my, want dit is waarmee ek die gemaklikste voel, en om met my woorde genoeg prentjies te teken dat sy kan sien. So ek het geen foto's in die boek ingesit nie. Ek het wel dit as visuele hulpmiddels vir myself gebruik. En as mense nieuwsgierig is van die foto's wat hier gewys is vandag, het ek ook op, ek het 'n Facebook groep, Marita van der Vyver Official Group, waar ek die afgelope maand so van tyd tot tyd foto's geplaas het van ons strandhuisie in Franskraal of my huis in Welgemoot, school uniform foto's en so, wat interessant vir mense kan wees na hulle die boek gelees het.
Zo, enig iemand is welkom om te gaan kijken op Marita van het Vijver Official Group. Nou, dan kunnen de mensen dat zelf zeker opzoeken. De tweede vraag van Ingrid de Graven. Ik zie dat dat een vraag aan mij is. Om nou als interviewer de aandacht naar me door zelf te trekken is een beetje ongemakkelijk. Maar we gaan er lekker mee aan de slag. Die zegt, u bent ook een dochter. Of ik mij als lezer aangesproken voelde omdat het boek in briefvorm is geschreven. En of die briefvorm dan een extra laag aanbrengt. Ik denk wel dat het een hele leuke vraag is. Omdat het volgens mij een bewuste keuze was. Inderdaad ook om ons voor dit interview aan elkaar te koppelen. Omdat ik grofweg dezelfde leeftijd ben als Mia. Ik ben maar 7 jaar ouder. Dat is natuurlijk, ja, het is leuk om dat inzicht er dan bij te zien. Ik merkte ook bij het lezen van het boek inderdaad dat ik mij best wel kon identificeren met Mia. Bij de stukken die je over Mia vertelde. Dat ik wel diezelfde omgeving in de opvoeding daarbij zag. Vooral ook dat je, er is een fragment dat Mia een boek van Camus oppakt en vraagt, zal ik dit lezen? En dat jij dan een beetje huiverig bent van, nou, dat is wel best pittig, maar ja, ze kan het zelf uitproberen. En dat Mia zegt, ja, maar ik hou van filosofie en ik lees het gewoon lekker allemaal. En dat die vanzelfsprekendheid van opgroeien met enorme ladingen boeken om je heen, dat heel bijzonder is. En dat toch die aantal jaar, decennia geleden, toch de mogelijkheden minder breed waren soms. Dus ik vond ik voelde me erg aangesproken in die stukken over Mia. Dus ik kan me voorstellen dat Mia dat ook zichzelf er wel misschien in kon zien. En de briefvorm daarbij. Ik weet niet of het ter se de vorm van het boek was die dat aanspreken deed, als wel gewoon die dialoog die jij zelf met Mia aangaat. Hoe jij kijkt naar haar leven en de kansen die zij wel heeft tegenover de kansen die jij zelf had. Nee. Ik denk dat het vooral dat een van de krachten is in hoe die band tussen jou en Mia in het boek wordt weergegeven. Dat je echt dat open gesprek met haar aangaat. En dat een belangrijk onderdeel daarvan is. Ja, die brief vorm het mij persoonlijk geholpen. Om die trant recht te krijgen, die toon van die boek. Want elke boek wat men schrijft, heeft een zekere toon. En dit is die moeilijkste voor een schrijver om daar uit te komen. En ik wou dit informeel hou, en soos een gesprek met een geliefde, maar niet een dagboek nie, niet zo intiem soos een dagboek nie. So een brief was my die ideaal. Dus ek het sê ook, en dis die naaste wat ik aan een praatstem kan kom, maar wat steeds een skryfstem bly, as jy 'n brief skryf aan iemand. Er is nog een vraag, nu eentje van Ingrid Glory. En die zegt, in Grensgeval en in deze brief, ben je heel kritisch over het apartheidsverleden. Zijn er ook lezers die je te kritisch vinden? En wat is jouw reactie daar dan op? Oh, dat is beslist om te lezen. Met Grensgeval was het besonders geweest. Ek het een bietjie geraak aan, daar is een groot klomp middeljarige en ouer mans vooral, wat voel dat enige bevraagtekening van daardie oorlog en van hulle rol in die oorlog, laat hulle baie insecure en onzeker voel, want hulle voel daar is opofferinge gemaakt en daar is mense dood en nou kom iemand soos ek en sê basis, dit was nie nodig om daar die oorlog te heen nie. So ek is wel sterk aangeval met die verskyning van die boek Grensgeval, ouwens in Weermacht uniforms wat opgeruk het na my toe en soms heeltemal belaglik, jy weet, so erg soos doodsregimente, wat jy word gesien as 'n volksverraaier, hoe kan jy nou as wit vrou nou hierdie oorlog bevraagteken? So, maar mens vat dit ook met 'n knippie sout en jy leer, en ek het van die begin af gesê, en dit het ek lees net eers die boek voor jy kritiek lewer. Dit sê ek oor en oor en met Grensgeval toe een of twee van die mense wat die sterkste daaroor gereageer het, wel die boek lees en vir die ander
ouwens sê, maar kyk, dit is nie kritiek op elke wit ou wat almee toe gaan, die boek gaan nie daar oor nie, die boek gaan oor die hele opzet van die oorlog van ons. So ja, daar sal sekerlik mense wees wat sê, ach weet, hoekom is hy toch so, hoekom sê, wil sy nou heel dit jammer sê, ek het nie een probleem daarmee nie, ek is seker een snowflake, noem my een sneeuwvlokkie, ek voel, ek moet kan erken wat my mense verkeerd gedoen het, as ek nie dit doen nie, sal ek lafhartig wees. Dat is heel helder. Ik had nog een vraag over het Afrikaans. Jij schrijft een boek, net als de rest van je oeuvre, in het Afrikaans. Het boek is geschreven aan Mia, die geen Afrikaans kan lezen. Je zei net zelf al dat ze de Engelse vertaling heeft gelezen. En je zegt ergens in het boek, ik woon in mijn taal. Maar hoe is het om in een taal te wonen en te schrijven die sommige van jouw naasten niet beheersen? Dit is een vreemde ervaring. Voor een schrijver is het soms ook voordelig. Bijvoorbeeld, ik heb nooit een man wat oor my skouer kan loer, terwijl ik bezig is om aan een manuscript te werken. En dit is voor mij goed, want ik hou niet daarvan, omdat ik een beetje van een beheervraat is, een control freak, hou ik daarvan om dit te wijs wanneer ek reg is om het te wijs vir iemand anders om te lees. So ek herskryf geweldig en ek sou nie daarvan gehou het as my familielede, my gesinslede stukke lees van wat ek skryf. Nou hoef ek nie daaroor bekommerd te wees nie. Ek kan dit op my rekenaar los, 'n halwe manuskrip, ek kan gaan rondloop, hulle kan dit in elk geval nie lees nie. So dis die voordeel. Maar op 'n ernstiger trant, ja, dit is toch vreemd. Soms dit heel vreemd, dat ek so lief is vir my taal, en so geanker voel in my taal, en toch, my kinders hou van Afrikaans, omdat dit vir hulle herinner aan die stories wat ek vir hulle vertel toe hulle klein was, hulle het een goeie gevoel daaroor, maar ja, dis iets anders vir hulle, hulle gaan nie noodwendig hierdie taal voortsit nie. En dit is, maar dit gaan saam met die hele kwestie van Afrikaans, nee, dit gaan nie net oor, dis een mikro wat in my eie gesin gebeur, dis een klein mikrokosmos, miskien van wat besig is om met Afrikaans in die algemeen te gebeur, en wat baie van ons Afrikaans sprekendes meer probleme het, want dit is een taal wat van alle kante af aangeval word, oor dinge wat gebeur het in die verlede, wat ek verstaan, En mens weet nie hoe lang die taal nog kan staande bly teen dit alles nie. Dan hebben we nog een vraag binnengekomen, eentje van Solet Scheres. Voel jij na al die jaren in die buitenland dat jij wegdrijft van jouw Zuid-Afrikaanse zelf? En indien nie, hoe voorkom jij dit? Glad nie, ek is meer Zuid-Afrikaans na 25 jaar. Ek dink dit gebeur soms met ander mense ook. Een mens word meer bewus van die dinge wat jy miskien nie geminag het nie, maar wat jy nie werklik na waarde geskat het as jy die hele tyd in 'n land is nie. Ek het 'n groter blik, so ek sien al die foute van Suid-Afrika met 'n wye hoeklens en ek vergelyk dit met die res van die wêreld, maar ek sien ook die goeie dinge wat mense in Suid-Afrika nie altyd waardeer nie. Baie Suid-Afrikaners smag so om in ander lande te woon, maar hulle besef nie hoe goed hulle dit daar het nie. Daar is soveel goeie dinge nog daar, daar is so fantastiese natuurskoon, daar is 'n standaard van lewe wat die meeste wit mense in elk geval nog steeds het. Mense sê te maklik, hulle wil in 'n ander land gaan woon, sonder om werklik te besef hoe swaar dit is om jouself oor te sit in 'n ander land. Dankjewel. En dan kom ek alweer aan by die laatste vraag, een hele belangrike. Komt er een vervolg met die rest van jou memoires? Ja, ek het gewonder of jy dit gaan vra, dus hoekom ek het probeer omseil te word. Mijn excuses. Nee, te sê, ek weet nie.
So, my antwoord is ja, ek kry dit nou, en dit is 'n kompliment natuurlik as mense, as lesers sê, nou, waar is die volgende aflewering? In hierdie stadium kan ek eerlikwaar sê, as ek die regte vorm kan kry, dit sal nie weer 'n brief wees nie, dit sal anders moet wees, want my lewe het anders geword na skool. As ek die regte vorm kan kry, sal ek dit doen. Maar ek sukkel nog. Nou, we kijken er alvast naar uit. Dan wil ik jou heel graag bedanken. Ik heb een ontzettend leuk gesprek gehad. Dus baie dankie. En dan geef ik nu het woord weer aan Anjali Sens. Dankie vir jou. Dank jullie wel voor dit prachtige gesprek. Ik heb ontzettend genoten. Er zijn gelukkig iets uitgelopen. Eigenlijk hadden we nog veel meer tijd moeten inruimen om door te gaan. Marita, nou, ik heb nogmaals... de vraag aan Francine was met wie... voel je je verbonden met Mia? Ik voel me verbonden met jou, gezien ook mijn generatie en mijn leeftijd. Nogmaals, dank je allebei, Francine en Marita. Een baie lang brief aan mijn dochter is in maart verschenen bij uitgeverij Tafelberg. En tegelijkertijd verscheen, het werd al gezegd net in het gesprek, een Engelse vertaling van, met de titel A Long Letter to My Daughter. Helaas is er nog geen, of helaas, voor sommige mensen helaas, is er nog geen Nederlandse vertaling van het boek. Uitgevers, als u nu kijkt, ik zou zeggen, zet er een vertaler op en maak het dat dit gebeurt. Het boek is uiteraard ook verkrijgbaar als e-book via de normale kanalen. En als het goed is, kunt u binnenkort na de zomersluiting van het Zuid-Afrika-huis dit ook in de bibliotheek aantreffen en lenen. Het is onderweg, begrijp ik. Ik wil graag bij deze de Taalunie uiteraard bedanken. Het is een samenwerkingsproject met de Taalunie. En zoals ik al aan het begin zei, het was de laatste aflevering van Boek uit het Huis voor de zomersluiting. Die is van 12 juli tot maandag 9 augustus. Daarna is iedereen weer welkom. Fysiek ook, gezien de versoepelingen. Laten we hopen dat het zo blijft. Dat betekent dus dat er in juli geen Boek uit het Huis is. We starten weer op donderdag 26 augustus met Albert Groenling, historicus. En Bas Kromhout gaat met hem in gesprek over zijn biografie over Frederik van Zijl-Slabbert. Dus dat is donderdag 26 augustus. Ik loop nog heel even het programma voor de rest van dit jaar door. September is PP Pieter Fourie aan de beurt, te gast, om over zijn aangrijpende roman Een hart is zo groot zoals een vuist te praten. In oktober onze gasten Irma Jobert. En zij zal vertellen over een thuis in Afrika. En aan deze bijeenkomst, heel bijzonder, wordt ook meegewerkt door Cynthia McLeod, de Surinaamse schrijfster van historische romans, zoals Hoe duur was de suiker. Ze is een grootsheid in Suriname en daarbuiten. En in november zal niemand minder dan Adriaan van Dis in gesprek gaan met Annemarie van Niekerk over haar literaire non-fictieboek Om het hart terug te brengen. En tenslotte in december, dan praat Margriet van der Waal met Ingrid Winterbach over de Nederlandse vertaling van Die Troubeltijd. Houd steeds onze website in de gaten. Abonneer je op de nieuwsbrief. Dan ben je altijd op de hoogte van ons programma. En uiteraard gaan we volgend jaar verder met een vol jaar met nieuwe boekpresentaties en gesprekken. Nogmaals, hartelijk dank voor die aandacht.